Goedemorgen. Het is iets over negenen. Het laatste ontbijt hier in Bangkok. Voordat we beginnen aan onze terugreis. We hebben een rustige dag voor de boeg. In de ochtend gaan we naar het zwembad. Dan gaan we naar MBK om onze theevoorraad aan te vullen. Dan weer naar het zwembad. En dan wordt het tijd om onze tassen te gaan pakken. Dus... En dit bij het ontbijt, 's ochtends vroeg, waar je zin in hebt. Het weer vandaag. Laatste dag, poepparty deel 1. Sunday holiday. The company, the kids feed the pet and feed the oil. I don't understand. So today is cheaper? Yeah, today is Sunday holiday. Ah, thank you. That's why it's cheaper. Yeah, that way it's cheaper. We kunnen met de skytrain naar de MBK, maar ook met de tuk-tuk, want dat hebben we nog niet gedaan in Bangkok. En niet omdat het moet, maar omdat het kan. Onze tuk-tuk vriend die is weer weg, want hij wilde ons langs alle shops brengen en dat wilde ik niet. Dus toen zei hij nee, dan is het geen 50 baht. Toen zei ik oké, bye bye. Dus dan maar met de skytrain. Iets meer dan een uur tussen het vertrek uit het hotel en aan deze kant van de douane. Het is nu 3:05. Dus, en we zouden vertrekken om 2:30, toch? 2:15. 2:15, oké. Okay. Bijna 3 kwartier vertraging. Welcome to Amsterdam, Airlines Future Flight. Look forward to serving you again soon. Nou, dat hebben we nog niet meegemaakt op Schiphol, dat we met de bus moeten. Op dit moment zijn wij de kopgroep. We zijn de eerste uit het vliegtuig, we moesten eerst met de bus. We gaan nu naar de douane en naar de koffers ophalen.
En je weet wat dat betekent, hè? Wat wel? Dat we tot het laatst moeten wachten voor onze koffers. Ja. Het gaat meestal samen. Ik spot daar zomaar wat oude bekenden. Hoe was het? Ja, goed. Genoten, goede vlucht gehad? Ja, prima vlucht gehad. Ja. Mooi, mooi. Ja, wij ook. Zitten we op, jongens? Wat zit er weer op? Ja, jij ook. Ja, wij gingen meteen eerst zaterdag. Ja. Laatste stukje vervoer op deze fantastische reis. Leiden, Voorschoten met de bus. Spannend. Zo, we zijn thuis. Eerst wat we gedaan hebben, althans wat Edwin gedaan heeft, is een lekker bakje koffie gezet en een taartje gaat aan de overkant. Want het ziet er in het buitenland altijd ontzettend lekker uit, maar toch smaakt het altijd anders. Lieve Rob, je bent de beste. We houden van jou. Mm.